De voetbalsport zal verder tot ontwikkeling worden gebracht. Dat zei minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken vandaag in de Nationale Assemblée. Gopal gaf verder aan dat het voetbalgebeuren zal worden gedecentraliseerd. Dat betekent dat elke vereniging in Suriname kan meedoen met de sport. Zoals eerder gesteld is het ministerie gestart met de aanleg van mini-kunstgrasvelden in stad en district. Met als doel het bevorderen en stimuleren van de breedte, buurt- en recreatiesport. Om zoveel mogelijk jeugdigen te laten voetballen. Door deze spreiding zullen jeugdigen gedurende de naschoolse uren in staat zijn te voetballen onder leiding van de door de KNVB opgeleide world coaches. Waarbij tevens de nodige life skills aan hen worden bijgebracht. Dit zal zorgen voor een uitbreiding van de kweekvijver waaruit mogelijke talenten geïdentificeerd kunnen worden en kunnen doorstromen naar een traject waarbinnen deze talenten ontwikkeld zullen worden. Hierdoor kan de jeugd landelijk behouden worden voor het voetballen. Lalini voerde verder aan dat er reeds jonge talenten zijn geïdentificeerd die na hun stageperiode een contract kunnen krijgen in Jamaica of Trinidad. Er zijn momenteel een aantal Surinaamse voetballers tussen de 20 en 25 jaar die na hun stageperiode een contract hebben afgedwongen in Jamaica en Trinidad. Voorzitter, dit is een voorbeeld van internationale doorstroom. Het lid Waterberg gaf verder aan dat het wetvoorstel met betrekking tot een dubbele nationaliteit aangenomen dient te worden. Voorzitter, er is in oktober 2014 door de Surinaamse Voetbalbond formeel een verzoek gedaan aan uw college met betrekking tot twee ontwerpwetten. In november 2014 zijn deze ingediend door enkele leden. Het gaat hier om de wet op de nationaliteit en ingezetenschap en de wet aanstelling personen om reden van staatsbelang. Wij zien de behandeling hiervan gaarne tegemoet. Tot zover minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken vandaag tijdens de begrotingsbehandeling.